Hoi, ik ben Ilona en dit is een video in mijn serie Schaduwwerk, namelijk de energie. Ik weet niet of jullie het al echt voelen, maar ik voel zo'n verandering in de energie. De afgelopen dagen heb ik ook vrij slecht geslapen. Ik ben een paar uurtjes, dan slaap ik en in één keer ben ik midden in de nacht klaar wakker. Afgelopen nacht had ik zoiets van, nou, ik kijk wel even wanneer ik wakker word. En ik heb heerlijk doorgeslapen, maar ik was laat wakker, omdat ik natuurlijk al een paar nachten dus midden in de nacht klaar wakker was. Ik heb wat uurtjes gemist. Ik voel me nu ook heerlijk. Daarnaast ben ik echt aan het opruimen. Nou, als een soort gek ben ik aan de gang gegaan. Ik heb nog best wel wat te doen, maar het is gewoon wonderlijk wat je dan allemaal in één keer op orde kan brengen. Ik had al aangegeven dat ik in ieder geval met dingen bezig ben geweest. Afgelopen weekend heb ik heb een heel klein tuintje waar ik heel blij mee ben. Maar er zit altijd meer werk in dan je denkt. Ik heb alle onkruid tussen de tegels vandaan gehaald. Dat was ook nodig. Gisteren ben ik bezig geweest om te kijken van wat moet er nog allemaal gedaan worden in mijn tuin. Ik wil graag mijn bakken vullen. Ik moet ook even naar mijn bakken kijken, want ik had ook wat goedkopere bakken gekocht. En ja, daar zit geen afwatering op en dat is niet handig met plantjes, want ja, op een gegeven moment verzuipen ze dan. Dus ja, ik had zoiets van, dat moet ik eigenlijk ook vervangen. Moet ik even naar gaan kijken. Ik heb ook wat leuke dingetjes gekocht, weet je, van die lichtsnoeren. En dat vind ik helemaal geweldig. Ik ben er helemaal mee bezig geweest. Ik heb ook mijn kledingkast de afgelopen dagen ben ik daarmee bezig geweest. Maar ja, dan ben je ook in één keer weer 3 uur verder. Ik ben nogal aan het jojoen geweest in de afgelopen jaren. Dus ik heb allerlei kleding in verschillende maten. En dat vind ik dan ook zonde om ze weg te doen. Want dan denk ik, oh, daar ga ik vast nog wel een keertje in. Maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. In ieder geval, ik heb ze nu allemaal op een rijtje, zeg maar op een bepaalde plank liggen. Dus ik weet precies wat ik nu aan kan en wat ik hopelijk misschien ooit nog eens aan kan. Maar ik heb mezelf gewoon een soort limiet gegeven van, nou, als 6 maanden geef ik mezelf nog tot 1 jaar. Als daarin die kleding nooit aangeraakt wordt, dan is het tijd dat ik het wegdoe. Maar dat vind ik best wel zonde. Ik ben niet iemand die heel snel dat soort dingen weggooit. Vooral omdat het nog goede kleding is. Dus dan zal ik het waarschijnlijk wel of bij een tweedehandszaak brengen. Of je hebt meerdere dingen waar je je kleding in kan brengen. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk. Ik heb ook een heleboel kleding. Heb ik ook een zak liggen. Die gaat naar een kledingbak. Die heb ik ook klaar liggen. Maar goed, ik was ook weer 3 uur verder. Want je bent altijd, dan ben je er eenmaal in en dan ben je met dingen bezig. Ik heb ook mijn voorraad nog doorgenomen. Van ja, maar wat heb ik nu eigenlijk? Ik heb alles op orde gebracht. En dat geeft overzicht. Dat is echt heerlijk. Ik wacht nog op een schoonmaak. En hoe noem je dat? Dat ik flink aan het schoonmaken ga. Want dat is ook nog nodig in mijn huisje. Maar op dit moment zit ik echt in het opruimen en dingen op orde brengen. Ik ben niet zo'n schoonmaker. Ik hou wel van ruimte om me heen. Dus ik ruim wel heel snel dingen op. Maar schoonmaken, dan moet ik mezelf altijd een beetje toezetten. Dan denk ik, nou, dan ben ik weer aan het stofzuigen. Hetzelfde stukje wat ik vorige week ook al gedaan heb. Voelt voor mij altijd een beetje van, moet het weer. Maar ik hoop eigenlijk dat ik weer zo'n impuls krijg. En dat ik gewoon echt even door mijn hele huisje heen ga. Ik heb gewoon een heel klein huisje. Dus op zich, als ik daar even een paar uur tegenaan gooi, dan heb ik al een heleboel gedaan. Maar het is meer over die drempel heen. Maar op dit moment ben ik met het opruimen bezig. Misschien merken jullie het zelf ook wel in jullie leven. Ik ben echt aan het opruimen, dingen op orde. Heerlijk gewoon. Het geeft ook een heel opgeruimd gevoel. Ik heb nu ook spullen klaarstaan voor het grof vuil wat weg kan. En ben ook bezig geweest met een deel van mijn schuurtje. Ik heb een heel klein schuurtje. Maar ja, je stopt daar toch van alles en nog wat in. En op een gegeven moment moet je toch eens gaan kijken. Ja, wat wil ik er nou eigenlijk allemaal mee? Dus daar ben ik ook mee bezig geweest. En wat ik al aangaf, gisteren ben ik ook nog even in mijn tuin bezig geweest. Gewoon aan het kijken, wat heb ik nodig? Of ik nog bakken wil vervangen. Want ik heb vorig jaar best wel wat goedkopere bakken gehaald. Allemaal heel leuk, maar er zit geen afwatering in. Dat is ook niet handig voor je plantjes. Dus voordat ik de plantjes ga halen, wil ik eigenlijk even dingen gaan vervangen. Ik heb nog leuke, met van die lichtsnoeren die je op kan hangen en zo. Gewoon om het gezellig te maken. Zo ben ik ook nog mee bezig geweest. Dus het kan dat ik de komende dagen gewoon ietsje minder ook op Telegram ben. Omdat ik ook met, dan heb ik vast weer een soort opruimwoede. En dan moeten er even wat dingen geregeld worden. Maar ik vind het ook heerlijk om te doen.
In ieder geval, dat wilde ik even meegeven. Maar de energie is ook heel veel aan het veranderen. Ik kwam een artikel tegen op Inspirerend Leven van Karin en Danique Vergeer. En dat gaat erover dat volle maan en de maansverduistering komt eraan voor 5 mei 2023. Dat is aankomende vrijdag. Op bevrijdingsdag zijn er maar liefst 3 hemelse happenings die jou flink beïnvloeden. Een engelenpoort, 555 poort, de volle maan in schorpioen en een maansverduistering. Je kunt je nu gedwongen voelen om een transformatie door te maken. Door de schorpioen invloed kun je gewoonweg niet meer onbepaalde emoties en gevoelens zijn. En ik denk dat we dat ook nu duidelijk te zien is dat alles naar boven komt. Ik heb natuurlijk mijn vorige video ook over schaduwwerk. Dat al die stukken die wij niet onder ogen komen of niet onder ogen willen komen, dat is nu heel erg zichtbaar. De negativiteit, de agressie in bepaalde mensen, elkaar aanvallen. Je ziet dat nu heel duidelijk om je heen. Sommige mensen worden juist heel depressief, want het slaat meer naar binnen. Negatief, wanhopig. Het wordt nu allemaal duidelijk zichtbaar. We kunnen er nu niet meer van weglopen en ik denk dat deze volle maan, of in ieder geval die energie eromheen, want ja, het is maar net hoe je de maan ziet, maar ik zie eigenlijk alles als heel symbolisch. De energie eromheen is nu echt daarop. Zeker met de schorpioen. De schorpioen houdt van diepgang. Dat wordt ook in het artikel, wordt daarop ingegaan. Ik zal heel even kijken. Dit doet de maansverduistering met jou. De volle maan in schorpioen valt op een bijzondere dag, op vrijdag 5 mei, oftewel bevrijdingsdag. Ook is er een gedeeltelijke maansverduistering, wat de uitwerking van deze maan extra krachtig maakt. Je voelt ongetwijfeld dat emoties nu worden versterkt. En deze maansverduistering is een vervolg op de zonsverduistering van 30 april, die het begin van het eclipsseizoen vormde. In deze periode kunnen veel onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, met als gevolg dat je min of meer gedwongen wordt om een transformatie door te maken. Je breekt met wat niet meer bij je past en slaat een nieuwe weg in. Een eclips is dan ook vaak een keerpunt. Het teken schorpioen staat voor dood en wedergeboorte. Een einde kan een nieuw begin betekenen. Doordat het ook bevrijdingsdag is, kun je je bevrijd voelen wanneer een situatie eindigt. De schorpioenenergie is gewoon heftig. Het is een mysterieus en emotioneel teken, intens voelend en diepzinnig. Schorpioenen hebben een krachtige persoonlijkheid. Ze kunnen een defensieve muur om zich heen bouwen en zo verborgen houden wat er in hun omgaat. Ze doen dit om hun gevoeligheid te beschermen en emotionele veiligheid te creëren. Ook hebben ze de neiging om controle op hun omgeving uit te oefenen om zo te voorkomen dat ze gekwetst worden. Dus dit is eigenlijk een hele, hele pittige energie. En dat heeft dus ook met schorpioenenergie te maken, met Pluto, met de doodkaart in de tarot. Die staat ook voor volgens mij de schorpioen en voor Pluto in ieder geval. Een nieuw begin, een wedergeboorte. En dat kan heel heftig zijn. Dingen komen nu dus omhoog. Wat ik al aangaf, dat zie je nu ook in mensen heel duidelijk. Die stukken, als ze het niet onder ogen willen komen, als ze er niet mee aan de slag gaan, dan zie je dat in hun energie. Ze gaan het projecteren op andere mensen. Zoals ik aangaf, ze kunnen heel negatief worden, mensen onderuit willen halen. En mensen, het kan ook naar binnen slaan. Je hebt natuurlijk allerlei gradaties daarin. Dat mensen juist heel depressief worden, wanhopig, slachtofferachtig. Tenminste, dat gevoel hebben ze dan dat ze altijd slachtoffer zijn. Het is nu heel duidelijk zichtbaar. En ik denk dat dit nu de komende tijd, en zeker ook door deze energie, versterkt gaat worden. Maar zie dit dus als een kans om het te helen. Het is nu heel belangrijk dat we dat nu onder ogen gaan komen. En dat we daar dus niet voor weglopen. En dus de komende periode is dat heel belangrijk. En kunnen we hier dus echt mee aan de slag. Het is een transformatieperiode als je dit gaat gebruiken. Daarnaast is er dus ook nog een engelenpoort. Dat is 555. Op 5 mei opent engelenpoort 555 zich. En komen er hoge energiefrequenties naar de aarde. En daarmee kun je geholpen worden ook in je transformatieproces. Dus dit wilde ik eigenlijk gewoon even meegeven. Waarschijnlijk ook voelbaar in de energie. En ik wilde eigenlijk naar iets kijken wat ik zelf het gevoel had. Ja, best een belangrijke vraag. Is het echt zo dat het nu de bedoeling is dat iedereen meegaat? Dus dat we echt aan het wachten zijn. Dus dat ook mensen die vastzitten in hun stukken, die niet vooruit willen komen, die er niet naar willen kijken, dat daar het wachten op is.
Dus dat we echt afhankelijk zijn van die mensen? Of is het gewoon zo dat we eigenlijk allemaal onze eigen frequenties creëren en daardoor in zekere zin ook onze eigen tijdlijnen? Dat is namelijk iets waar ik een beetje van uitga. Maar ik vond het eigenlijk wel eens interessant om met mijn kaarten daarnaar te gaan kijken. Van, is dat eigenlijk wel zo? Is het echt zo van, dus dan wil ik even een duidelijke vraag stellen. Is het echt zo dat we, hoe zeg je dat? Dat het zo lang duurt omdat we eigenlijk nog aan het wachten zijn op de mensen die dus nu nog niet meegaan. Dat dit dus echt als een mensheid dat we die stap maken. Of is het eigenlijk zoiets van, werk gewoon aan je eigen frequentie, aan je eigen, aan je eigen kracht. En iedereen, zelfs hierin heb je gewoon verschillende tijdlijnen. Dus ik zie het eigenlijk, en dat is eigenlijk ook wat ik zelf voel en hoe ik het eigenlijk ervaar, dat we allemaal onze eigen tijdlijnen in zekere zin creëren. En die kunnen natuurlijk samenkomen met bepaalde mensen. Maar dat we nu in een periode zitten waarin die tijdlijnen nog allemaal door elkaar lopen. Dat is nu allemaal aan het in elkaar aan het klappen. En dat je daarom nog geconfronteerd kunt worden met mensen die dus nog gewoon in een andere tijdlijn zitten. En die alles heel negatief zien. En die denken dat de witte hoeden allemaal zwart zijn. En dat kan. Het is helemaal prima. Maar dat heeft dan met allemaal verschillende tijdlijnen te maken. Zo zie ik het. Maar is dat ook zo? Dus mijn vraag is eigenlijk gewoon aan de kaarten. Is dit een individueel proces? Of is dit echt een proces waar wij gewoon helemaal als mensheid samen doorheen komen? Want in dat geval wachten we dus wel op bepaalde mensen. Ik ga gewoon eens kijken wat de kaarten daarover zeggen. En dat is natuurlijk altijd mijn interpretatie van de kaarten. Dat wil ik altijd meegeven. Dus het, ga eens even kijken. Ik ben wel heel benieuwd. Is dit een individueel proces? Of is dit een proces van de mensheid als geheel? We hebben hier zwaarde 9. We hebben hier beker 6 als centrale kaart. We hebben hier pentakels 9 in het verleden. We hebben de duivel. We hebben hier zwaarde 10. En we hebben hier de page van bekers. Dit vind ik wel heel interessant. Dit is voor mijn gevoel meer het proces waar we in zitten. Maar is dit nu een individueel proces? Of is dit, dat is trouwens staven 6, dit is individueel proces. Of is dit een proces van de gehele mensheid, de ridder van bekers? Het rare is eigenlijk dat ik niet echt het gevoel heb dat het, uiteindelijk is het een individueel proces. Maar het is tevens, ik denk dat dit een kans is voor de mensheid. Maar ik denk dat de nadruk ligt op een individueel proces. Ik zat even te voelen van hoe zit dit nu eigenlijk. Maar ik ga even alle kaarten langs. Maar dat is eigenlijk de conclusie die ik trek. Dat dit een kans is voor de mensheid. Dus iedereen kan dan, doordat individueel mensen hun energie aan het verhogen zijn, krijgt eigenlijk de hele mensheid de kans om daarop in te haken. Maar mijn gevoel is dit een individueel proces. Zeker ook omdat we hier pentakels 9 is. Dat is een vrouw die alleen eigenlijk alleen is, alleen op weg gaat. We hebben zwaarde 9, wat eigenlijk ook een individueel is, die bezig is in zijn proces. Ik zie hier niet echt kaarten van bijvoorbeeld staven 4, of dat meerdere mensen aanwezig zijn, of bijvoorbeeld pentakels 3, want dat is ook een samenwerking. Die kaarten heb ik niet. De enige kaart dan waar dan twee mensen op staan, maar nog, dat is de duivel. Dat is natuurlijk ook eigenlijk een individueel proces. Dus mijn gevoel is, dit is een individueel proces. Dus we hoeven niet bang te zijn dat als mensen niet meekomen, die zullen dan in hun eigen tijdlijn gaan. Dat is mijn gevoel hier nu bij. Maar het is een kans voor die mensen. Als zij andere mensen zien in hun kracht staan, dan hebben zij de kans om te denken, hey, ik kan het dus ook anders doen. Dus we helpen andere mensen, dus eigenlijk de mensheid, door ons individuele proces te gaan doen. Maar ik heb het gevoel dat die tijdlijnen uiteindelijk uit elkaar gaan vallen. En
dat wordt bepaald op de frequentie van iemand. Dus wij hoeven dus eigenlijk niet bang te zijn. Ik snap wel dat een heleboel mensen zich daar zorgen over maken. Van, oh ja, maar als we afhankelijk zijn van als iedereen mee moet, ja, dan hebben we een probleem. Want er zijn ook een heleboel mensen die dit gewoon nooit gaan inzien. Er zijn gewoon een heleboel mensen die gewoon niet wakker gaan worden. Die er niet voor openstaan. Die de zelfreflectie eigenlijk niet naar binnen willen keren. Daar is een heleboel angst over. Maar ik denk dat dit eigenlijk, dit is een individueel proces. Dus het is voor ons ook belangrijk, voor ieder van ons, om te realiseren dat wij gewoon verantwoordelijk zijn voor onze eigen stukken, onze eigen schaduwkanten. En als we dat doorlopen, dan zal daar die overwinning ook zijn. En zullen we dus ook in een tijdlijn, in een frequentie komen, waarin wij die nieuwe wereld ingaan, waarin wij gewoon meegaan. En helaas, de mensen die dit dus niet, die stap niet kunnen zetten, zullen in een andere tijdlijn komen. Die zullen daar een andere ervaring. Dat is eigenlijk wat je nu ook ziet. Ik moet eerlijk zeggen, mijn leven, het gaat voor mij, gevoel ook, zeker als ik het vergelijk met een jaar geleden, 2, 3, 4 jaar geleden, veel makkelijker. Ik voel me steeds beter. Ik voel me steeds meer in mijn kracht komen. En ik zie ook mensen om mij heen dan in mijn verdere omgeving, niet zozeer in mijn directe omgeving, maar dan via familie of via kennissen die ik dan heb, die juist steeds meer afdalen of eigenlijk in een steeds slechtere situatie komen. En ik denk dat dat heel goed weergeeft dat dat heeft te maken met de frequentie van jezelf. Dus hoe krachtiger je bent, hoe makkelijker je leven eigenlijk wordt. Volgens mij heb ik dat gisteren ook in mijn kaartlegging over de energie van mij, heb ik dat eigenlijk besproken. Maar ik zie het nu ook duidelijk in de kaart. Ik wilde dit eigenlijk ook even vragen gewoon. Want ja, ik kan ook fout zitten in dat geval. Dit is uiteindelijk natuurlijk nog steeds mijn interpretatie. Dus wie weet, hè, ga ik altijd kijken of dit met jou resoneert of niet. Maar dit is hoe ik het eigenlijk ook zie en hoe het voor mij ook voelt. En de kaarten daarin, ja, geven mij dat ook aan, dat dat ook de belangrijkste punt is. Maar ik wil dat altijd benadrukken. Kijk altijd of het resoneert met jou en of het bij jou past. Maar wij wachten eigenlijk niet op mensen. Ik denk dat er wat anders aan de hand is. Ik denk dat dit ook tijd is voor onszelf. Als ik zie hoeveel stukken er nog bij mij omhoog komen, hoeveel dingen die ik nog mag doormaken, is het misschien ook wel zo dat we zelf nu de tijd nog krijgen om stukken op te ruimen, om te helen, zodat we er ook klaar voor zijn. Want dat je er bewust mee bezig bent, wil nog niet zeggen dat eigenlijk alles al opgeruimd is. Je merkt het vanzelf al, als je een leven hebt wat gewoon precies is wat je wil, wat goed voor je voelt, waarin je gewoon prettig voelt, dan weet je eigenlijk dat je het meeste wel opgeruimd hebt. Maar als je dus nog angstig voelt met bepaalde berichten die naar buiten komen, of het gevoel hebt dat iedereen mee moet en als die en die niet mee moet, dan ben je dus al gefocust buiten jezelf. Dus zolang je de focus nog steeds buiten jezelf legt, frustratie of woede of angsten voelt, dan is dat eigenlijk nog een teken dat er heling plaats mag vinden. En ik denk dat deze tijd niet alleen is voor de mensen die het nu nog totaal niet inzien, maar ook voor de mensen die er wel mee bezig zijn. Geef de tijd om die verandering door te maken, zodat ze die nieuwe wereld binnen kunnen komen. Die nieuwe energie. En het is allemaal gaande. En het heeft dat met het innerlijke kind te maken, met die stukken in onszelf die we onder ogen mogen komen, die misschien nog heel diep van binnen zitten. Als ik zelf ook voel, ik ben ook steeds meer aan het inzakken, zo gezegd, dat ik steeds meer ga aarden, dieper in mijn lichaam ga en ook echt voelen, ook in mijn buikgebied. Dat vind ik heel interessant. Ik ben nog bezig met het boek van Pamela Kribbe, die dat ook aangeeft, dat de wond vooral voor de vrouwelijke energie eigenlijk in de buik zit. En dat merk ik ook, dat daar gewoon nog heel veel gevoelens en emoties zitten. En die mogen ook allemaal onder ogen gekomen worden. Die mogen gewoon omarmd worden. En dat ik daar ook de tijd voor nodig heb. Dus het kan heel goed dat deze tijd niet zozeer is, of dat we aan het wachten zijn, niet zozeer op andere mensen, maar dat er misschien nog dingen in onszelf zijn die we onder ogen mogen komen. En daar krijgen we nu de tijd voor. En als dat niet meer nodig is, nou dan in dat geval zal je je geweldig voelen en helemaal in je kracht staan. En dan hoef je helemaal niet zorgen te maken over wat andere mensen doen. Want dan is jouw frequentie gewoon, dan weet je eigenlijk al welke kant je op gaat. En dan zal je leven dat ook weer spiegelen. Want die weerspiegeling blijft. Zelfs al zit je in, je hebt altijd mensen gehad die zelfs
in hele nare situaties nog steeds een leven konden creëren wat heel goed voor hun was en wat hun ondersteunde. En dat is heel belangrijk om dat ook in te zien. Dat is heel individueel, want dat heeft met je frequentie te maken. En als laatste twee is het gewoon weer belangrijk. Weer die zwaarde 10, maak keuzes. Ik denk dat het ook... maak keuzes om dingen door te snijden. Zeker nu wat ik net noemde ook met die volle maan en schorpioen. Is de tijd om dingen die niet meer bij je passen, echt niet meer situaties, om dat helemaal los te laten. Het opruimen wat ik zelf ook ervaar. Het op orde brengen, kijken wat je wel wilt houden. Welke spullen weg kunnen. Het is eigenlijk zo symbolisch wat er eigenlijk ook om ons heen gebeurt. Het is van binnen, weet je wel, wat van buiten, zowel van binnen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we die link steeds meer zien. En ik zie ook de paasje van bekers is ook weer de kans om echt in contact te komen met je eigen emoties, met je intuïtie, met God. Dingen los te laten die daar niet meer bij passen. Dus voor mijn gevoel is eigenlijk het antwoord dan op de vraag, dit is een individueel proces. Dit is een individueel proces die we allemaal zelf mogen doorlopen. Daarmee is er een kans voor andere mensen om ons heen om daarop in te haken, om te zien van hey, het kan dus anders. Ze kunnen dus zelf hun pad vervolgen. Het geeft hun ook een boost, want we zijn allemaal verbonden als mensheid. Aan het collectieve energie geeft dat een hele grote kracht, waarin allerlei mensen zelf kunnen beslissen of ze daarin meegaan of niet. Maar uiteindelijk bepaalt onze eigen frequentie waar we in terechtkomen. En die tijdlijnen zijn nu ook in elkaar aan het vallen. In die zin dat ze uit elkaar aan het gaan zijn. Dus ik denk dat tijd sowieso in één aan het vallen is. Maar op basis van je frequentie kom je terecht waar je terecht ja, hoort. Qua energie kom je daarin terecht, want dat trekt elkaar aan. Dus die mooie nieuwe wereld, daar kom je in terecht als je ook echt naar binnen durft te gaan. Je stukken durft onder ogen te komen, te verwerken. En ik denk dat de tijd die we nu hebben, dat die ook voor ons is om te helen. Om echt in ons kracht te gaan staan. Om die overwinning, om echt ja, volledig te gaan gebruiken onze eigen energie voor onszelf. En voor de mensheid uiteraard vanuit ons hart, vanuit onze intuïtie, vanuit ons contact met God. En dat is eigenlijk de beste ja, cadeau of gift die we kunnen geven aan de rest van de mensheid. Want dan kunnen zij daarin ook verder gaan. Het geeft mensen een kans om dan dus dit ook toe te laten en die energie toe te laten. Dus dit is heel, heel belangrijk dat we dit pad ook vervolgen. Hier wilde ik het graag bij laten. Hoop tot de volgende video. Dag.